Tegenwoordig is het een goed gebruik dat DJ's heel jong op hele jonge leeftijd beginnen. Volgens mij de jongste op dit moment is een jaar of 9. Maar in de tijd dat hij begon was dat nog niet zo gebruikelijk. Hij begon namelijk op zijn 16e aan zijn carrière. Kwam met een eigen concept en een eigen label. En het is eigenlijk gewoon Mr. Dirty House Bastard himself. Mag ik een groot applaus voor Vato González! Zo, nou dat is even een poos geleden dat we jou in de studio gehad hebben. Ja, dat is inderdaad lang geleden. Toen zaten jullie nog iets slemmigs. Ja, nou, verdieping hierboven inderdaad zaten wij. Hoe is die? Hoe gaat die met je? Het gaat echt super, man. Ik ben helemaal blij. Mixtape uit, carrière nummer 8 is dat, je 8e mixtape. Yes, Dirty House Mixtape 8 staat sinds een uurtje en 40 minuten online. En, ik vertelde net dat je in de auto's, je hebt hem vanuit de auto online geknald. Ja, ja, ja. En in een kwartier tijd had hij hoeveel views? Geloof ik iets van 1500 views. Hoppa. Dus we zitten nu al, geloof ik, 3.000, 4.000 views, een paar duizend downloads. En hij is gratis download door dirtyhouse.nl, toch? Ja, in 100 minuten. Het gaat echt insane. Ding is helemaal gratis. Aangezien 2014 is al duur genoeg. En wij DJ's worden uiteraard overbetaald. Dus vind ik dat we wel iets gratis en daarnaast krijg doen. Je ook gewoon voor je set natuurlijk een lekkere gage. Dus ja. Ja, aan de andere kant, weet je, Albert Heijn betaalt zichzelf niet. Nee, dat is waar. Ik heb hem hier trouwens in mijn handen en je hoort hem. Dit is de Vato González Dirty House mixtape nummer 8. Met een heel mooi gestileerd profiel is dit, geloof ik, hè? Of niet? Of is het, Ja, ja, ja. Ik heb mezelf nagetekend. Ik denk, dit heb je zelf nagetekend? Ja, ja. Ik design altijd alles zelf tot grote wanhoop van mijn manager. Maar dit is echt alles zelf? Ja, ja. Behalve manager dan, maar... Maar hoe gaat het dan? Want dit was niet de eerste versie, of wel? Dat is de eerste versie. Ik heb het ergens in januari getekend. Dus toen was mijn baard nog niet waar die nu is. Dus ik denk, nou, tegen de tijd die mixtape aankomt, dan is mijn gezichtsbeharing wel precies waar mijn logo is. Alright. En uiteindelijk is de manager hier, zo te zien, mee akkoord gegaan. Ja, had geen keus. En je hebt net een tour in China gedaan ook, hè? Ja, Beijing en Shanghai. Hoe was dat? Dat was echt awesome. Het is ongelooflijk. Die Chinezen die kennen twee nummers van Avicii en dat is alles wat ze van EDM kennen. Dus je hebt helemaal niet dat mensen denken van, oh jezus, hij draait geen hits. Oh, ik wil hits horen. Dat heb je niet. Ze zijn helemaal open-minded en ze houden echt van DJ's die echt entertainen. En aangezien ik samen met MC Chen, we zijn nogal twee hyperactieve eekhoorns. Dus, nou, nogal. Ja, dus hoe meer show-elementen je toevoegt, hoe beter dat gaat. De organisatie die daar regelde komt uit Nederland. Dus die hadden echt op een Nederlandse festivalmanier echt een zaal ingericht. Dus die Chinezen wisten niet wat ze overkwamen. Die hadden ooit een keer op een Avicii-filmpje gezien dat ze moesten springen. Dus die hadden stijf anderhalf uur staan springen. Alsof het een aerobics-klasje was. Die shit was epic. Oh, wat top, wat top, wat top. En dan ga je binnenkort, alsof het nog niet genoeg is, ga je ook weer door naar Amerika. Ja, we gaan jullie gaan we eerst even een klein stukje van mijn Europese tour doen. Dan skippen we er tussenuit. Dan gaan we naar Hollywood, New York, Dallas volgens mij en San Francisco. En misschien nog twee gigs. En na 10 dagen Amerika gaan we weer terug. En dan gaan we langs alle gezellige plekken. Langs de mediterrane regionen. En natuurlijk festivals zoals Dance Valley en Tomorrowland. Jezus. En wanneer ga je op vakantie dan? Wat? Wat? Hoe? Ja. Wat? Nee, wanneer heb jij rust dan? Wanneer neem jij rust? Ja, als je slaapt? Als de koffie is uitgewerkt. Als de koffie is uitgewerkt. Alright, vind ik een goed antwoord. Hey, we moeten het even hebben over het eten van vanavond. Het ruikt u naar asperges. Ja, want we zijn er toevallig achtergekomen dat we alle drie, Martijn, jij en ik, asperges hebben gegeten. Ja, nou ik denk niet dat we erachter gekomen zijn dat we dat gegeten hebben. Het ging normaal meer over een klein stukje biologische info. Als je asperges eet, dan ruikt het er net zo na als het eruit komt als dat erin gaat, zeg maar. Ja, het schijnt een of andere zwavellucht in je urine te komen. Ja, dat wordt omgezet en dat is echt het niet te harde. Ah, ik vind gewoon, dit is de eerste keer 538 en ik heb gelijk mijn territorium afgebouwd. Ik wou zeggen, nou kom je net nog van de wc, hoe rook het? Ja, het was een combinatie van een lichte kaneellucht met toch een soort morgenfrisheid van de vaporizers. En een fruitige afdronk. Ja, het rook een beetje naar natuur en zo, alleen dan met asperges. Alright. Hey, in het verleden heb je ze wel eens voor je kiezen gehad, alleen daar heten ze nog anders. En je snapt, wij vinden het leuk om je toch, als je hier in de studio bent, met een paar lastige vragen toch weer de DJ boete achter te schoppen. Maar we hebben het een andere naam gegeven. Het heet nu... De 538 vragen die niemand durft te stellen. En voordat je ongerust raakt, je hoeft ze niet alle 538 te beantwoorden. Maak je geen zorgen. Nee, het werkt als volgt. Je noemt een getalletje en dat correspondeert met een vraag. Getalletje tussen de 1 en de 538. Oké, 236. Er wordt druk gescrollt door Martijn. Ik heb hem, ja. Dat vind ik een hele mooie vraag. Wie mag er niet op je begrafenis komen?
Wie mag er niet op mijn begrafenis komen? Ja. Al die mensen die tijdens het feit dat ik nog een hartslag had, zoiets hadden van... Hé, Fato, ja, je mag best wel dood. Dus als ik het dan ben, dan blijf dan ook gewoon lekker thuis, weet je. Is het iemand die het nu kan zijn, of dit moment? Of? Nee, ik ben niet zo heel haatdragend. Ah, mooi. Valt best mee. En voor de rest mogen de meeste mensen op je begrafenis komen. Maak er een gezellig feestje van en dan weet je nog dat thuis komt. Ja, is dat? Nou ja, goed. Anders gaan we het ook te lang over de begrafenis hebben. Wordt ook zo deprimerend. Nog even getalletje? 166. Waarom dat getal? Geen idee. Oké, nou daar hoort de volgende vraag bij. Heb je wel eens vals gespeeld of gespiekt? Fuck yeah! Ja? Mijn halve HBO bestond uit vals spelen. Mijn VWO, ik was de soort van pilot school voor die hele nieuwe tweede fase toestand. Dus ja? Ik was de eerste generatie die grafische rekenmachines mocht gebruiken. En die docenten hadden geen vaag idee wat ze overkwam. Die kon je volprogrammeren met antwoorden. En ik had ook zo'n kabels in elkaar gesleuteld. Dus ik ben een totale nerd, dus ik scande mijn boek in. Bracht het naar mijn rekenmachine en niemand vraagt zich af waarom ik mijn rekenmachine gebruikte tijdens Engels, Nederlands, Frans, Duits. Ja, zelfs ik een paar jaar later heb nog gebruik van kunnen maken. Maar in het laatste jaar van mijn haven kon niet meer waar ze erachter gekomen dat het inderdaad kon. Maar daarvoor echt jarenlang is het gebeurd. Het was echt epic. Dus dat was gewoon diehard vals spelen. Plus, één voordeel van een nerd zijn is dat ik op een gegeven moment, zeker voor de wiskunde knobbels onder ons, die helemaal gek worden op dit moment van tweede graads vergelijkingen. daar had ik gewoon zo'n dingetje voor gemaakt. Dus ik hoefde alleen maar gewoon 3 getallen in te vullen en over te schrijven. En Björn kon gewoon helemaal wasted in de les zitten. Ik weet trouwens nog wel dat wij zijn een keer in een limousine zijn wij het hele land doorgereden. Ja. Een paar jaar geleden was dat volgens mij 2011 of zo. En toen kwamen we ook bij jouw school in, ik geloof, Spijkenisse aan, toch? Ja, dat klopt. De Ring van Putten. Maar daar waren ze niet zo heel blij met ons. Nee, ja, ze waren ook, toen ik daar zat, ook niet zo blij met was mij. Was ook niet. Oké. Okay, dus dat... Wat gebeurt dan? Wij zaten in een limo en wij stopten bij zijn school om mensen stemmen te laten ronselen. We waren toen genomineerd met voor de radioring. En we hadden Fato bij ons om de muzikale klanken te verzorgen. Dat werd ons niet heel erg in dank afgenomen door het schoolbestuur. Nee, ja, het schoolbestuur is daar sowieso een beetje stroef. Die zijn erachter gekomen dat ze niet zo goed bestendig zijn met leerlingen die nadenken voor zichzelf. Docenten kunnen er heel moeilijk mee omgaan. Om af te sluiten, nog even één getalletje van de 538 vragen. 16. 16. Ik weet niet, ik hou van 6. Ja, I like that number. Heb je wel eens gefantaseerd over iemand anders tijdens de seks? Dus iemand anders met wie je op dat moment seks had? Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, waarom zou je fantaseren over iemand anders tijdens de seks? While you're having sex. Kijk, Jay-Z, die gaat ook vreemd. En die heeft Beyoncé. Dus wat dat betreft, mensen zijn in staat om de gekste dingen te doen. Ja, maar hoe in godsnaam kan je fantaseren als gewoon het grootste gedeelte van je bloed ergens anders zit? Fair enough. Vind ik een goed antwoord, ja. Oké. Okay. Je hebt hier prima doorheen geslagen, wederom de 538 vragen. Het wordt de hoogste tijd voor jou in ieder geval om achter de booth te gaan staan. Want als die Fato González dan toch in de studio is, vinden wij het wel even lekker als die ook even een setje pompt. En ik ga er nu voor zorgen dat je dat ook kunt horen. Hij staat al klaar inmiddels. Staat hier klaar, jongens? Yes. Ik ben even in de war. Ik ben even abuis. Ik heb hem al gevonden. Fato, ben je zover? Dan mag ik een groot studioapplaus voor niemand minder dan Fato González! Right now, it's time to go crazy. So, first of all, if you came here to party, I wanna see all your hands up in the air right now. Put your hands up high, and when the beat drops, we're all gonna jump. Are you ready to jump? Put 'em up, put 'em up, put 'em up. Are you ready to jump? 1, 2, 3, jump! 538.
538. Avondblog van nu live, Fata González. Parce que tu crois que tu es ma faiblesse, tu me blesses, ne me retris, et te joues de moi comme de toutes choses, et dispose de ma vie. Met live in de avondploeg Fato González.
Het afgelopen kwartier hoorde u de alien death message van niemand minder dan Vato González! Zo, wat hebben we allemaal gehoord net, hè? Even kijken, man, ik weet het zelf bijna, bijna zelf al niet meer. Je hebt Monkey Rhythm gehoord, nieuwe plaat van mij en Chen. De laatste track die je hoort is een track van mij en mijn grote heldin Lady B. Samen met Murder Turk, die komt binnenkort uit een EP'tje. Deze plaat en nog een andere plaat waar ik wonder boven wonder zelf op te horen ben als vocalist. Zo, vaak. Maar ook echt zingen? Ja, we probeerden Drake te bellen, alleen die hij gewoon niet. Weer niet op en zo. Hij komt niet langs. Dus moest ik het zelf maar doen. Nee, al tegenwoordig met autotune kan je zelfs een hamster laten zingen. Ja, dus, dat klopt. Dus ik denk, ik doe niet onder voor een hamster. Ik wil even een stukje horen van jou, a cappella. Ja. Nee, ja, dat gaat er niet worden. Ja. Nee. In een discotheek. Oh, nou. Vato González, Monkey Rhythm is uit op het label van Steve Aoki. Komt in eind juli. Die moet nog uitkomen. Verder heb ik nog één track gedraaid. Hoorde je Oh My God. Dat is een plaat van mijn favoriete Belgen, Dennis Cartier. Die heb ik net getekend op Dirty House label. Doop. Je hebt Printer Rhythm, een nieuwe plaat van mij gehoord. En nog wat dingetjes. I was just doing what I love doing. Super lekker, man. Dankjewel. We zien je snel weer. Ja. Ik wens je een hele fijne zomer. En probeer ergens een beetje rust te pakken. Kun je goed gebruiken, denk ik. Nee, het motto is rock hard or die trying. Ah, vind ik een hele mooie. Een hele mooie. Dankjewel iedereen voor het luisteren hier. Dit is Radio 538. Dat klopt. Even een mededeling nog, want je nieuwe mixtape Dirty House 8 is te downloaden gratis. Kost helemaal geen moer op dirtyhouse.nl. Dus als je hem wil hebben, hij kost geen moer. Nou, dan zijn we wel rond zo, geloof ik. Mag ik een groot studioapplaus voor Vato González? Yes. Zie je snel, man. Dankjewel. Hoi.